Yo mensen, het is hier Tom met vandaag een ander soort video. Zoals je hebt gelezen in de titel, gaat dit eigenlijk gewoon een storytime video zijn. Met een beetje het verhaal, de update en heel de rotzooi van mijn doorgescheurde oorstretch. Zoals je weet en zoals je hebt gezien in de titel, want anders had je niet op geklikt. Is mijn stretch dus doorgescheurd nu. Ik ga straks laten zien hoe dat eruit ziet, hoe dat eruit zag en heel de shit. Maar dit is eigenlijk geen video van mij dat zegt van je mag je oor niet stretchen. Like, ik bedoel, ik ben je ma niet. Je kiest nog altijd zelf wat je doet en wat je niet doet. Like, je ziet aan mij, als je mij nog niet kent, dat ik vrij hard getatoeëerd ben. Ik heb ook veel piercings en heel de shit. En ik ben volledig into body mods en heel die shit. Begrijp mij niet verkeerd. Maar oorstretchen, dat is toch gewoon anders. Like, oorstretchen, een beetje een stom ding dat ik nu ga zeggen. Voor wie niet weet wat oorstretchen is, is oorstretchen. Ik ga eerst mijn goed oor laten zien. Dit is mijn goed oor gewoon, dat gewoon perfect gewoon gestretched is. Waar dat nu gewoon een hanger in hangt, want ik heb mijn stretchen uitgedaan. Dat ik zoiets wou, ik wou geen één gat wel en het ander gat gewoon niet. Snapte? Dus ik heb mijn andere stretch ook uitgedaan. Er zit nu een earweight in en dat is het eigenlijk. Voor de rest, oorstretchen, je moet weten, dat is echt anders dan een volledige piercing. Like, je hebt, like als, hoe dat ik oorstretchen zag, ik wou 2 keer 60 mm. 60 mm, dat is 6 cm en dat is dus inderdaad wel gewoon vrij groot. Nu, dat was ook gewoon mijn origineel doel om te hebben en dat wou ik echt bereiken. En moest mijn oor niet gescheurd zijn, zou ik nog steeds gewoon, nog altijd, gewoon verder blijven stretchen zijn. Hoe dat het ook gewoon was. Nu, ik zal jullie nu de foto's laten zien. De dag dat het gescheurd was en de dag dat het ongeveer genezen was. Je ziet hier een niet zo katholieke foto. Maar je ziet hier gewoon hoe dat het was in het begin. Like, de dag dat het gescheurd was, zag het er zo uit. Het is volledig rood, dik. Die zwarte dingen aan de uitkant van mijn oor, dat is opgekookt bloed, dat is opgedroogd bloed, dat is geen enge ziekte of weet ik wat. Inderdaad, dat ziet er echt heel disgusting uit, maar ik wou het wel gewoon showen. En hoe dat het eruit zag, toen dat het eigenlijk genezen was, was ongeveer zo. Dus het ziet niet meer rood of toestanden of zo. Het is eigenlijk gewoon alsof dat mijn oor doormidden is. Als het u kan interesseren hoe dat het er echt gewoon nu live uitziet, is het gewoon echt zo. Like, mijn oor, dat is hier gewoon precies een centimeter dat gewoon weg van mijn oor is. Gewoon weg is. Dus zo ziet het er nu uit. Nu, moet je weten over stretchen. Niet alle stretchen hebben dit als eindresultaat. En niet alle stretchen zijn slecht of kunnen niet meer dichtgroeien. Maar ik moet er wel waarschuwen dat er wel bepaalde elementen zijn dat je oor kunnen laten doorscheuren. En dat ook niet meer terug kunnen groeien. Like, een stretch kan normaal gezien dichtgroeien tot 10 mm, plus minus 10 mm. Depending hoe lang dat het duurt voordat je naar de volgende maat gaat. Dus als je heel rustig stretcht, dan kan je oor dichtgroeien zelf van plus minus 10 mm. Nu, ik zat op het einde op 34 mm. Dus er was gewoon no way in hell dat dat ooit nog gewoon normaal gewoon uit zijn eigen aan elkaar ging hangen. Nu, je moet weten, voor mij niet één of twee mensen, maar echt 5 verschillende ervaren piercers hebben mij gezegd. Je hebt altijd één goed oor dat deftig meewerkt en goed stretcht. En je hebt altijd een oor dat echt gewoon tegenwerkt en dat altijd miserie is. Maar deze oor dat gestretched is, ja, dat was echt gewoon een bitch. Like, elke keer gewoon liggen etteren, bloeien, ontsteken, blow-out. Echt, ik zeg het, je kunt het niet raden of ik heb het gehad aan dat oor. Like, als ik van het begin had geweten dat dat oor zo'n miserie was, had ik daar gewoon nooit aan begonnen. Echt gewoon legit niet. Het lag ook niet aan het materiaal, want ik heb alle verschillende materialen gehad. Ik heb glasstretchen gehad, ik heb acrylstretchen gehad, ik heb houtstretchen gehad.
Ik heb gewoon een metalen stretch gehad. Like, ik heb het allemaal gewoon. Rubber, ik heb het allemaal gewoon geprobeerd. Maar dat oor, dat bleef gewoon moeilijk doen. En gewoon een bitch zijn. Dus ja, kijk, tot op het einde gewoon. Dat het eigenlijk gewoon. Ja, jammer genoeg gewoon echt doorgescheurd is. En dat doorscheuren kan op verschillende manieren gaan. Of gestretched bijvoorbeeld gewoon veel te snel. Like, je moet echt wel stretchen. Dat is niet lekker als een gewone piercing. Je prikt er een gat in. En je kunt dat direct, weet ik veel, groter doen. Nee. Stretchen. Je huid moet zich daarnaar zetten. Naar dat juweel. En dat moet rustig aan eigenlijk op opengerokken zijn. Nu, hoe dat mijn piercer zegt. Hoe dat mijn oorstretchje, dat gescheurd is. Dat waarschijnlijk gebeurd is. Is gewoon... Ja, omdat we gewoon mijn oorlel, allee, uw oorlel, hoe groter dat je ook gaat, hoe dunner dat uw oorlel wordt. Dat is gewoon hoe dat het is. En hoe dunner dat uw oorlel wordt, hoe minder bloed dat er gewoon circuleert in uw oor. En hij zegt, of denkt eigenlijk meer, dat het eigenlijk gewoon gekomen is doordat er gewoon te weinig bloed in mijn oor kon door de grootte van mijn stretch. En dat eigenlijk gewoon mijn oor is gelijk... Ja, ja, ik bedoel, je ziet het, hè. Dat is gewoon, het midden is weg. Hè. Er is gewoon een centimeter oor van mij gewoon afgestorven. Gewoon afgestorven. Gewoon, legit gewoon weg. Dus, dit eigenlijk gewoon... Ik maak deze video ook gewoon niet om gewoon 10 minuten of een kwartier te liggen zagen over. Je mag niet stretchen. Ik zeg het, ik ben humani. Je doet nog altijd zelf wat je wilt. Maar ik wil jullie er wel gewoon voor waarschuwen. Denkt wat je doet. Like, ik heb nog piercings in mijn gezicht. Ik bedoel, als ik gewoon deze piercing nu zou uithalen, dan zit ik gewoon met een klein puntje in mijn lip en dat is het. Maar een stretch, ik bedoel, no way in hell, like ik net gezegd heb. Plus minus 10 mm groeit het toe. Ik had op het einde 34 mm. Dat groeit nooit meer van zijn eigen toe. De enige optie dat je hebt, is gewoon plastische chirurgie. En ik kan u zeggen, dat kost echt fucking veel geld. Like... Ik heb prijzen zien voorbij komen van €500, €700, zelfs €1000 om gewoon je oor dicht te laten naaien. Hè. Dat is plastische chirurgie, die mensen hebben daar jaren voor gestudeerd. Dat wordt ook gezien als beauty, dus als je denkt om iets terug te trekken van je ziekenkas of zo, no way in hell. Hè. Dus dat is echt gewoon cold hard cash waar dat je geen euro van terugkrijgt. Ik zeg het gewoon, pas op. Met het stretchen van je oren. En denk gewoon echt goed na. Voordat je het wilt. Ik zeg het net. Als ik deze piercing of deze piercing zou uitdoen. Ik zet mijn klein puntje en dat is het. Maar like deze die wel nog goed is. Dat je ziet. Ja, dat is een gewoon groot gat. En dat aged niet nice. Like als er een piercing of een juweel in zit of zo, dan is dat allemaal A-oké. Maar als je je oor gewoon gaat laten hangen, ja, dat ziet er gewoon echt niet uit, hè. Nu, mensen die mij volgen op andere social media en toestanden, weten dat ik mijn oor niet ga laten dichtnaaien. Like, 1, ik vind gewoon dat het te veel geld kost. En 2, weet je, mijn haar hangt er toch altijd voor. Dus mij kan het eigenlijk, niks schelen. Ik zeg gewoon nogmaals, denk gewoon na al voor dat je... zo groot gaat met je oren te stretchen. Dit is geen zaagvideo, dit is geen ik verbied u om je oren te stretchen. Het is gewoon, ik wil u een beetje inside knowledge geven over hoe dat mijn stretch ervaring ging. Hoe dat het gebeurd is dat mijn oor gescheurd is en heel de toestanden. Dus ik wil jullie gewoon eigenlijk, ik heb deze video gewoon gemaakt om jullie gewoon een klein beetje... knowledge te geven over hoe en wat en oorstretchen en wat dat uiteindelijk het resultaat kan zijn. Ik zeg niet dat het zo gaat zijn, maar like, ik ben nu ongelukkig geweest en mijn oor is gescheurd en ja, weet je, ik moet het maar nemen hoe dat het is gewoon. Nu, ja kijk, als je nog vragen hebt over oorstretchen of je hebt commentaar of je wilt gewoon je mening geven of iets of wat, dan zet het hier gewoon beneden in de YouTube comments. Ik ga altijd mijn best doen om het te lezen. En voor de rest bedank ik jullie om 10 minuten van jullie tijd te nemen. Om gewoon een keer naar mijn verhaal te luisteren over oorstretchen.
dank jullie allemaal nog om te kijken van deze video. Als je het nuttig vond, een like. En zie jullie graag wel een keer in de volgende video of gewoon een keer op mijn Twitter. Mensen, nog een goede dag en merci om te kijken.